Met als doel de agrarische sector in Koroni te bevorderen, heeft de regering een graafmachine overhandigd aan het districtsbestuur. De overdracht is afgelopen zaterdag bezegeld door LVV-directeur Jitendra Kalu, burgervader van Koroni Michael Winter en president Chandrika Prasad Santokhi. Kalu benadrukte dat de donatie van de graafmachine op een goed moment komt nu het droog weer is. Heel veel projecten moeten nu van start gaan, zoals infrastructurele werken. Er is een plan nodig om dan in een tijdslijn, als we praten over 2 maanden, 3 maanden, dat we heel Koroni, alle infrastructurele werken die er zijn, al allemaal zo ver moeten zijn dat we dat in deze droge tijd al bewerkstellig hebben, dan gaat u kunnen praten dat u bij de regentijd gelijk de productie toename gaat zien. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft ook fruitbomen, groenteplanten en kunstmest geschonken aan het district. Kalu zei dat deze plantjes de mensen van het district moeten motiveren om meer te gaan planten, zodat de productie verhoogd kan worden. En wij moeten 1 ding rekening houden mee. Dat overleg met elkaar hebben, omdat het om verschillende plantjes gaat, waarvan men misschien soms kennis heeft hoe het moet geplant worden, maar soms minder. Dus met elkaar staat een LVV-kantoor ter beschikking. Gaat u informatie nemen daar, als u iets niet begrijpt. En dan gaat die plantmateriaal die nu daar is, bestemd zijn om dan elk ontbossing dat zal plaatsvinden met die graafmachine achter de huizen die er zijn, dat daar gelijk iets binnen in de bodem gestopt wordt. En dat gaat u dan die vruchten ervan merken na een paar maanden. Soms duurt het 6 maanden, soms het een paar jaren, want je hebt meerjarige planten ook. Maakt u er goed gebruik van. De regering wil dat de landbouwproductie in elk district wordt opgevoerd. Vanuit dat oogpunt worden door het ministerie van LVV groenteplanten, vruchtbomen en kunstmest aangeboden. Daarnaast zal de schoonmaak van de achtertuinen geordend moeten worden. Hiervoor zal een plan gemaakt worden om de prioriteitsgebieden vast te stellen.